niet de bedoeling. Oh, dit gaat heel hard. Oh, dit gaat wel goed. Nou, dit flikker ik weer weg. Can't believe it's not real half om half vegan burger. Mijn naam is Daan en ik ben geen ster in de keuken. Zeg gerust, een kneus. Gelukkig is mijn goede vriend Tobias een zeer bekwame kok en leert hij mij koken. Dit is Koken en Knoeien. Presentatiekaartjes. Ja, dat zijn nou en. Dat zijn geen presentatiekaartjes. Ik ben de presentatie. Welkom bij Koken en Knoeien. Wat leuk dat jullie weer kijken. Het is een nieuwe summer edition. Het is de summer edition. De roep om nieuwe afleveringen werd steeds luider. Ja. Oorverdovend. Inboxen vol. Ik heb dus leuke kaartjes bij me. Er staan allemaal vragen, kijkersvragen op. Overspoeld met kijkersvragen zijn we. Echt waar. Het is niet zo dat de redactie het zelf bedacht heeft. Nee. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vlees niet aan de wegwerpbarbecue plakt? Nou, ten eerste geen wegwerpbarbecue nemen. Wat is dat nou van onzin? Wie stuurt deze vraag? Deze is voor Ria. Ria, koop een goede barbecue voor jezelf. Laten we beginnen. Welkom bij Koken en Knoeien. Het programma waar culinair kansarmen als Daan Boom door mij geholpen worden om iets vaardiger in de keuken te worden. De barbecue edition, de summer barbecue edition. Nou, leuk, hè? Shut uit. Nee. Shut uit. Waarvoor is dit? Daan! Gaan we nog beginnen of hoe zit het? Ja, ik wacht totdat de dingdong komt. Want dan kan ik... Oh! Hoor dat nou? Ja. In de tuin, een bel. Oh, daar is die. Kijk, daar is hij. Het krat van Jumbo. En dat kost maar €3,89 per persoon, uitgaande van 4 personen. En dan daar zit eigenlijk alles in voor een hele barbecue. Stokbroodsausjes, salade. Dat is geen geld. Dat is geen echt geld. Geen geld. Nee. Wat hier niet in zit, is een vleesvervanger. En normaal gesproken heb ik een bloedhekel aan vleesvervangers. Dat het zo aan de buitenkant krokant is en dan van binnen is het... Eigenlijk... ben ik toen gaan ontwikkelen in mijn keuken een burger die ik wel lekker vind. Die niet zo slap van binnen is. Dit vind ik echt heel leuk. Dus je bent in Toby's lab, ja. Heb jij dit ontwikkeld. Jij schenkt een vegetarische burger aan de mensheid. Aan de mensheid. Ja, ja, ja. In dit geval gaan we een rijst paddenstoelenburger maken. Klinkt heel goor. En daarin zit rijst en paddenstoelen. Dan heb ik rijst paddenstoelenburger. Bij deze burger is het volgende het belangrijkste. Vocht is de vijand. Waar ben ik beland? Nou, vocht is de vijand. Ja, we gaan beginnen met de rijst. We hebben hier een klein pannetje op het vuur staan. Oké. Okay. Met veel te veel water erin. Nee! Kijk. Ja, je moet even dit hebben. Wat ik nog niet had gezegd, weet je, wat denk je dat dit kost? Nou, heel weinig, dat heb je wel gezegd. Ja, maar hoe weinig? Nou, dat weet ik niet. €2,11. Wat? Dit? Per persoon. Nee. Zullen we beginnen? Ja! Oké, okay, we hebben hier gewassen witte rijst. Belangrijk dat je het thuis even wast. Oké. Okay. De truc is, maar omdat het zo weinig rijst is, is het gewoon lastig te meten. Maar in principe doe je normaal gesproken altijd rijst in de pan, water erop tot aan... Dus je draagt zeg maar met de bovenkant van je vinger de rijst aan en dan doe je het tot aan je vingerkootje. Of aan dat ribbeltje hier van je eerste vingerribbeltje. Dekseltje erop. Kent u dat? Dat je dus thuis rode pepers hebt die een beetje oud en uitgedroogd ja, zijn. Ja, ja, dat ken ik. Ja, 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 ja. Dat is heel leuk, want in dit geval gaan we die een beetje toasten. Dan gaan we ondertussen beginnen met het snijden van de ui, knoflook en de paddenstoel. En dat mag mooi fijn. Oh, dit gaat heel hard. Ja, het ruikt hier ook al helemaal verbrand. Oh, dit gaat wel goed. Nee, dat gaat wel goed hoor bij jou. Ja. Swirl. En weet je nog hoe het uitje gesneden wordt? Nee, dat ben ik alweer vergeten. Oké. Okay. Haps door. Is die rijst klaar? Ja, bij mij wel. Oh ja. Het is een beetje chaotisch, maar dan is het wel het snelst. Dan blijft het piepen. Ja, dat gaat. Dat is nou eenmaal. Dan blijft het maar ook aanstaan. En wat we dan gaan doen is dat we de rijst hier op gaan gieten. Je mag toch eigenlijk niet met zo'n lepel over die bodem schrapen? Nee. Nee, dat mag niet, maar we doen het toch. En dan het volgende. Wat zou er nu gebeuren als we de rijst zo in... de burger deden. Ja, dan wordt het een rijstwafel. Nee, dan wordt het... De rijst is nat. Wat zit je nou eten? Vocht is de vijand. Oh, vocht is de vijand. Ja, dus wat gaan we wat gaan we er nu mee doen? Ontvochten. En hoe doen we dat? Nou, dat doen we dan op 100 graden even een uurtje in de oven. En wat dan wel leuk is, is dat we er alvast een beetje gaan kruiden. Dus wat we erbij doen is, we hebben wat zout, gerookte peper en chilivlokken. Grote paprikapoeder. Oké, okay, wat zout. Ja. Kijk, het pepertje is ondertussen mooi zwart aan het blaken en aan het oppoffen. Ja, genoeg. Dan ga ik dit een uurtje in de oven zetten. Waar is die oven dan? Ergens anders. Moet je kijken.
Daan, het is theater. Je moet niet in de coulissen filmen. Ja, maar moet je kijken. Lolita staat daar gewoon weer. Die staat daar verstopt. Ja, nou en? Die heeft alles alweer in de oven gestopt. Toch, dit is theater. Wat dacht je dan? Dat we hier met z'n tweeën het echt in de... Ondertussen verbrande peper. Oh, dat zien we dat het theater is met een belachelijke touw wat je om hebt hangen. We gaan verder. Chop, chop. Ja. Op tv zie je altijd zo tak, 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 tak. Oh, hop. Hoppakee. Ja, dit is een hele mooie. Tak, even pletten en dan bel je hem zo weer makkelijk. Het is tijd voor de volgende kijkersvraag. Yes. Wie stelt de vraag? Connie. Wout is Connie. 44. Oké. Okay. Hoeveel stokbroden moet ik kopen voor 3 personen? 10 of 20? 3. Stokbrood pp, dat is de vuistregel. Connie vraagt 10 of 20. Dan zou ik zeggen 10. Nou, daar gaan we. Wat zou er gebeuren als we deze ingrediënten in de burger zouden doen? Ja, dan zit er nog steeds een vocht in. En wat? Dat is de vijand. Ja, dus vocht wat... is de vijand. En hoe onttrekken we hier het vocht aan? Knijpen. Nee. Bakken. Bakken. Ja, we gaan dus de... Nee! Jij doet zo'n belachelijke outfit aan. Nee, jij ziet er leuk uit. Ja, we gaan het pannetje aanzetten. Doen we even een klein beetje olie in. Dat doet het niet meer. Oh. Hier. Nee, dit moet ik doen. We nemen deze ui. Die leggen we ondertussen al eventjes op de barbecue. Oh, leuk. Ja. Nu gaan we eigenlijk barbecuen. In zijn geheel. Mag ik dan mijn shirt uit? Nee. Dan als de olie mooi warm is, dan gooien we de knoflook en de ui erin als eerst. Ik ga bij mij een beetje champignon bij. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Klein beetje zout erbij ook al. Want zout onttrekt ook weer vocht. Ondertussen heb ik ook even het rode pepertje gechopt. Ik ga het er ook in. Ik zou ook een beetje zout bij doen, toch? Ja. Ja, want... Vocht is de vijand. Oké, en dan gaan nu de champignons erbij. Flonk. Daan, zie je hoe dit slinkt? Ja, dat is de vocht die onttrokken wordt. Ja, en wat hou je dan over? Ja, prut. Smaak. Oh. Oké, we laten dit wel eventjes een beetje rustig door sudderen. Het is heel veel handen. Het is tijd voor een kijkersvraag. Oh, wie stelt de vraag? Annie. Ach, hoe oud is Annie? Annie is 62. Is chef Tobias vrijgezel? Nou, op ten tijde van deze opname wel, ja. Dus Annie, ik zou zeggen, slide in die DM. Ja, maar ik val dus helaas wel op jeugdige vrouwen. Dat is wel jammer voor Annie. 62. Nee, niet mijn afdeling. We gaan naar het volgende. Hieronder vind je, ja, dat zit hier verstopt, een staafmixer en een zuil. Goed. Weer stoppen met goed zo. Dat zeggen mensen ook tegen hun hondje. Goed zo. Kom maar. Goed zo. Top. Nou. Goed zo. In het stekkertje. Doe maar. Nou, knap van jou. Oké, okay, hier hebben we ook gewoon altijd laag geprijsde kidneybonen. De maatbeker. Ik moet het toch met verven doen. En dan gaan we het pureren. Je hebt er een op accu, die doet het niet. Heb je hem wel opgeladen? Nou, dit flikker ik weer weg. Wat een onding. Pak je nu, dat staat er ook onder, een kom. Wat zou er gebeuren als we deze boom... Wat zou er gebeuren als we deze bonencreme nu direct in de burger zouden doen? Vocht zit erin. En hoe gaan we dat onttrekken? Drukken. Ja, door te passeren door een zeef. En dan gaan we het er doorheen douwen. Er gebeurt helemaal niks. Jawel, kijk maar, het zit aan de onderkant, komt er een soort gehakt. Oh ja. Dit is dus goed. Oh, dit is nice. Ja, oké, okay, dus je hebt ongeveer zo'n bal nodig. Dat gaat terug in de silo. Nu heet het weer een silo. Ja. Wat is het nou? Is het een maatbeker, is het een zuil of is het een silo? Het is een maatbeker. Mensen thuis, gooi dit niet weg. Je kan hier eigenlijk net als een hummus die je van kikkererwten maakt, kan je een hele lekkere puree van maken. Dus je zet wat knoflook in de oven, doet die popje erin, die doe je erbij. Wat olie, wat verse kruiden, zout. Heerlijk. Dik tip. Ah, geweldig. Dankjewel. Kijk. Hey Lolita. En daar komt de heerlijke rijst uit de oven. Ah! Oh, dit is wel echt lijp. Hoe bedenk je dit allemaal? Heb je dit zelf bedacht? Ja. Zit je dan thuis op de bank te... Nou, kijk, de paddenstoelen zitten erin voor de smaak. Van een beetje die vlezige aardse smaak. De bonen zitten erin voor het mondgevoel. Van een beetje dat zachte. De rijst zit erin voor de structuur. Dat je wel in het midden van de burger zeg maar, ook nog structuur hebt in plaats van erbuiten. Jeetje man, veel features. Nou, wat we dan nu gaan doen is we tikken er nu even een eitje bij. Hè? Oké. Okay. Is het tijd voor een kijkersvraag? Nee. Ik zit heel eventjes hier het gerecht te redden, Daan.
Het muziekje was al ingestart. Als je het lekker vindt, mag je er bijvoorbeeld nog wat extra chilipeper bij doen. En wat extra gerookte dat vind paprika. Ik wel altijd lekker. Ik zou er ook zeker nog wat zout bij doen. Oh. Ja. Maar je moet het zeg maar niet helemaal pureren. Het gaat er even om dat we het hem ietsjes kleiner maken. Shit, hoe werkt dit? Ah! Dan tot slot panko. Wat is panko? Panko is een soort paneermeelachtig iets. Als het zeg maar te nat nog is, dan doe je een beetje panko erbij, dan wordt het wat droger. En als je het te droog vindt, dan doe je niet zo heel veel panko. Dus je moet daar kun je een beetje mee spelen. Hoppakee. Panko. Panko. Ik wil denk ik zelfs nog iets meer panko. Ik ga helemaal panko. Hallo? Ik denk dat het gaat regenen. Vocht is de vijand. Wordt Tobias helemaal gek als het gaat regenen. Wil je wat meer panko? Ja. Yep. Ik heb al zo'n voorgevoel wat we gaan doen. Wat dan? In dat rondje proppen. Ja. Dankjewel. Het gaat nu echt helemaal mis hier, hè? Ja. Dat is niet de bedoeling. We hebben een lekkere dag uitgekozen om te gaan barbecuen. Oké. Okay. Dan neem je het stekertje en die vul je dan dus met het spul. Het spul. Oh, dit is goed. Het is echt net gehakt. Misschien moeten we toch een naam geven zoals mouthwatering fake gehakt. Can't believe it's not real beef burger. Can't believe it's not real half om half gehakt burger. Ik wil je wel zo'n reclame van met van die ontploffingen en zo. Yeah. Can't believe it's not real half om half gehakt vegan burger. Heel goed, Daan. Ben je trots op jezelf? Tot nu toe wel. Heel goed. We bakken ze even voor, dan zijn ze stevig en dan kunnen ze daarna op de barbecue. De moment meestal met dit soort dingen doen ze rustig aan, low and slow. Voorzichtig, voorzichtig erin schuiven. Goed zo. Had je die? Ja, hè? Ja, nou, die ben je kwijt. Ze moeten zo nog op de barbecue, hè? Ja, ja, ja. Dat is nou een flip waarmee je indruk maakt. Oh, die van jou ziet er mooi uit. Dan gaan we even beginnen met het broodje toast. En dan hebben we hier heerlijke cheddar. Ik heb geen rasp. Nee, maar niet delen. Ik sta te wachten. Dat is een deel. Dat geeft niet. En dan gaan we nu met het serieuze onderdeel beginnen, Daan. Wil jij een hulpstuk? Dan kun je dit gewoon op je barbecue leggen. Dan gaat daar je burgertje op. Dan krijg je niet de grillmark. Dat is een dikke tip. Dikke tip. En een broodje moet die er ook op? In de tussentijd gaan we dan even de tomaat slicen. In de volgende aflevering, maar die staat nu nog niet online, tenzij je een week later kijkt, dan staat die nu wel online. Maar aflevering 2 van dit seizoen leren we zelf onze barbecue saus maken. Maar voor nu gaan we eventjes voor de Jumbo cocktailsaus en die zit ook gewoon in het 3,89 pakket. Wauw. Nou, wow. Hè? Je kaas mag er nu op. Dan ga ik het dus nu een soort stift eruit douwen. Oh. Dan pakken we de ui. Dan mag je even uit zijn jasje halen. Ah! Niks aan de hand, jongen. Ze zijn niet allemaal zo gaaf als jij. Oh, dit begint vies te smelten, zeg. Ja, die voor mij is wel klaar, denk ik. Saus, tomaat, burger. Doe het vooral zoals jij het leuk vindt, Daan. Oké, kijk. Flonk. Schitterend. Yes! Dit is echt lekker. Het smaakt toch echt een beetje als vlees. Nee, dat was niet de bedoeling. Ja, het is wel zo. Ik heb toch het gevoel dat ik echt een burger zit te eten. En hij is zo goed op smaak. En hij heeft de juiste structuur van binnen. Het is niet dat je een broodje aardappelpuree aan het wegwerken bent. Tastes like real meat. Nee. Half om half. Nou, daar wilde ik uit de buurt blijven. Vegan gehakt. Nee, het is een fried rice burger. Oh, kijk. Nou, bij mij is hij ook klaar. Nou, dan gaan ze hoor. Bij jou zien ze toch beduidend beter uit dan bij mij. Nou, daar zijn ze. Ah, moet je nou even kijken. Wat een schitterende, mollige, dikke burger, hè? Daar ben ik zelf ook best wel trots op. Ja, dokter Dover Schmid. Zit je toch weer gelukt in je laboratorium? Nee, ja, in de keuken, niet in het laboratorium. Ja, compliment hoor. Pot een doosje. We gaan eens even kijken wat er nog verder op tafel staat. Wat een feestelijke tafel. Ongelooflijk. Kijk eens wat we hier hebben staan. Dit is precies voor 2 personen. Nee, voor 4. Voor 3,89. Ja. Heb je hier een heel, wat is het? Zullen we het even opnieuw doen? Want dit was een flater. Nee! Natuurlijk. Wat moeten de mensen nou doen als ze dit recept willen maken? Regenen? Ja, het begint te regenen. Vocht is de vijand. Opschieten. Ja. Kijk even via de link in de beschrijving naar het recept. Evenals dikke barbecue tips. Ja. Barbecue-inspiratietips. Mochten de mensen dit nou leuk vinden, vul even het waarderingsonderzoek staat in. Staat hieronder. Jumbo wil heel graag weten hoe erg jullie ons waarderen.
En wij zouden het heel leuk vinden als jullie ons waarderen. Ja. Want dan kunnen wij Infinity aflevering blijven maken van koken en knoeien. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Like deze video even. En reageer in de comments, hè. Dag. Ja.